zal mama zo even halen. Kijk, daar is ook een glas. Bouwvakkers komen hier met checks aan. Ja, meid, ga weg. Maar waarom ga je niet gemillimeterd? Nee, natuurlijk niet. Ik spreek het uit overigens. Nou, meid, proost op zondag. Ja, waar zij heen gaan, ga ik ook heen. Eigenlijk dat. Ik vond het wel leuk. Ik denk, nou ja, lekker verbouwen en de B&B draaien en altijd samen zijn. Ik zal mama zo even halen. Kijk, is ook een glas. Ik zou het vreselijk vinden om alleen met Claire in Nederland te blijven terwijl zij hier zouden zitten. Ja, het voelt gewoon heel natuurlijk. Oh, dat zijn rollies. Wil je er één? Wil je één rollie? Die waren nou. Ik werkte op een kantoor bij een kinderkledingbedrijf. En Claire ging dan naar de opvang. En dat deed ik 4 dagen in de week. We moeten wel even jouw mond doen, want dit is geen gezicht. Kom maar. Even hierop zitten. Oh. Ja, voordat ik Claire had, was ik wel... ging ik er wel vaker uit, zeg maar. Dus inderdaad, sowieso elk weekend met de meiden uitgaan, uit eten, dat soort dingen. Ja, zoals bijna iedereen, het standaard. Wat dus ook op een gegeven moment gaat vervelen bij ons. Het standaard naar je werk gaan, 's ochtends in de file staan. Hier, kijk eens naar mama. Ja, perfect. En daar was Claire. Mama, kus. Ik ben hier met Claire gekomen en dat is eigenlijk omdat de vader sinds de zwangerschap al niet meer in beeld is. Dus ja, die wil eigenlijk ook, heeft nooit contact gezocht na 3 maanden dat ik zwanger was ongeveer. Dus al zeker 2,5 jaar niet. Mijn! Nee. Je moet slapen. Dan heb ik hem nog een kaart, een ouderwetse kaart gestuurd met een foto van haar naar hem. En daar kreeg ik eigenlijk ook geen reactie op. Dus ja, ik heb al 2,5 jaar geen contact met hem. Hij laat ook niks weten en ik daardoor eigenlijk ook niet, want ik heb naar mijn gevoel mijn best gedaan. Ah! Kom! Ja, 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 ja. Niet trappen. Nee. Ja. Nee. Kom. Nee, dat is niet. Heel even, maar een uurtje. De bal spelen. Hè? De bal spelen. Nee, niet met de bal. Dat doen we zo. Ja? Zijn vader die, staat er wel voor open. Dus die heb ik ook een aantal weken geleden voor het eerst ontmoet. Dat heb ik Claire ook meegenomen. Nee. Wil je zelf lopen? Doe maar. Ja, Bijou komt. Doe maar. Heel goed. Hup. Nee, niet zo. Zo, ja. Ja, ga jij maar via daar. Hele aardige man. En die staat er ook eigenlijk heel blanco in. Dus dat vind ik ook wel prettig. En zijn ouders, dus eigenlijk de overgrootouders van Claire... die zijn in de 80 en die willen haar eigenlijk ook heel graag ontmoeten. Dus dat vind ik dan zo zoet. Dan denk ik, ja, tuurlijk, weet je. Dus dat zijn wel weer lichtpuntjes, vind ik. Want toch is het haar familie. En toch vind ik het belangrijk dat... Ook al wil de vader van Claire niet in beeld zijn... en de rest van de familie wil dat wel heel graag, dan vind ik dat goed. Ja, het is alleen maar leuk voor hun en voor ons. Ja, maar aan. Mensen zijn ook altijd, als ik dan hier s'avonds aan tafel zit en zeg, maar waar is dan je babyfoon? Dan zeg ik, babyfoon? Ten eerste, ik heb geen bereik, want het is ontzettend hoog waar ze ligt. En ten tweede, dat maakt ook helemaal niet uit. Ik bedoel, ik leg er in het bedje. Dus nou ja, dan zeg ik gewoon dag, dag. En dan ga ik weg. En dan vaak slaapt ze na 4 minuten, 5 minuten slaapt ze. Dus, waar is jouw telefoon dan, joh? Mama, kijk, hè. Hieronder? Nee. Telefoon is weg, maar je hebt de Vito, hè? Hier, poes. Vito. Mama, kus. Kus. Lekker slaapje doen, hè? Zeg maar doei tegen Bijou. Wat? Oh, hier is je telefoon. Hier. Dag. Als Claire slaapt, dan ga ik eigenlijk altijd werken. Ja, want dat is juist het moment dat ik me even kan concentreren. Weet je, natuurlijk werk ik ook waar zij bij is, maar toch is het de hele tijd mama openmaken. Mama, iPad doet het niet. Weet je wel, dat. En dat stoort toch de hele tijd. Dus als ze dan even een uurtje aan het slapen is, kan ik even doorpakken. Dus ja, me-time, ja. Nee, dat is ook niet praktisch. Wat zijn we nu aan het doen? We zijn aan het kijken voor de bank, de tafel, tv, tv-meubel voor dit nieuwe huisje. Het ziet er natuurlijk nog niet uit, het is een bouwval, maar ja, weet je. Nou, deze is nu gewoon op het château en we konden even weg, dus ik dacht we gaan even voorkijken. Het is toch moeilijk, hoor. Maar het probleem is natuurlijk dat het ook, je moet het schoon kunnen houden. Hufterproef, ja. Hufterproef. Nou, een hufter, dat ben jij ongeveer. Hufterproef. Leg dat eens uit, man, wat is dat? Nou, dat het nu meteen kapot gaat. Dat mensen, als mensen heel ruw ermee omgaan, dat het ook nog een beetje niks krijgt. Oh, nou, dan kan je echt een houten bank doen en een paar kussens erop klaar. Ja, dan hout. Ja. Dat hebben ze natuurlijk weer niet. Dat is wel leuk, hè? Leuk, hè? Leuke kleur ook. Ja, leuke kleur. Ja. Even in gedachten houden. Ja. Wat heb jij hier? Ja, een pukkel. Zo de meter op, joh. Ik zit nou naar jou te kijken, maar jouw wenkbrauwen blijven zwart, hè? Ja, dat klopt. Ja, omdat er geen zon is. Nee, maar jij bent wel bruin. Moet je kijken hoe wit ik ben. Nee hoor, en dat haar gaat morgen gelukkig al van 11 uur. Zo blij. Maar waarom ga je niet gemillimeterd? Nee, natuurlijk niet. Ik ga nu niet, ik slecht uit overigens. We zijn hierdoor natuurlijk wel op tv gekomen en is een serie begonnen. Wat natuurlijk onwijs leuk is. En zoveel leuke reacties en dat brengt ook wel weer heel veel. Maar alleen qua werk... Ja, de B&B, die moet toch warm gehouden worden, weet je? Oh, ik moet eigenlijk gewoon een bel. Ja, zij vinden dat ik heel weinig doe. Ja. Terwijl ik de mails moet doen en de reserveringen. Maar ja, weet je, je hebt periodes dat het wat rustiger is, zoals nu. Wij beginnen het seizoen. Ja, ik begrijp wel dat mensen hier niet in de kou willen zitten. Dat is vreselijk. Dus wat dat betreft heb ik het nu wat rustig. En dan zeggen ze, ja, maar ja, je bent wel... je staat op de loonstrook voor zoveel uur. Dus ja, je moet toch gewoon je werk doen. En dan denk ik, ja, maar dat haal ik allemaal in de zomer. Weet je, laat mij ook even rusten. Nou, moet ik toch vragen aan papa waar die is. Ja, hallo. Hallo, hey papa, weet jij waar de bel is? De bel die hangt gewoon in de schuur. Aan die linkerkant. Oh, krijg nou Titi hier, joh. Nou, hè? Ja, en dan moet ik dus gewoon het hout hakken. Waar ik niet heel goed in ben. Maar ja, het moet toch gebeuren. Dus ja, dan doe ik er maar langer over. Nou, ik weet niet hoor wat ik aan het doen ben. Oh, kut. Het is toch vreselijk? In Frankrijk. Frankrijk is ontzettend mooi, echt waar. En de meeste mensen zijn heel aardig, maar toch is het niet mijn land. Nee. Bouwvakkers die komen hier met checks aan. Of je staat bij de supermarkt en je moet 10 minuten wachten omdat iemand een check uitschrijft. Ja, meid, ga weg. Ja, dat is toch vreselijk? Ik trek dat niet. Ja, ik denk niet dat wij hier nog 5 jaar bijvoorbeeld blijven. Dat vind ik wel heel lang. Ja, ik word hier helemaal beroerd van. Ja? Hi, hey, ben jij druk? Ja, hoezo? Oh, nou, ik dacht misschien kan je me even helpen, want het lukt me niet om met die bel het hout door te slaan. Ja, ik kom eraan. Nieuw? Ik kom eraan. Wat heb je ook een rare bijl? Dit is die goeie hoor. Oh, jawel. Zal ik eens even proberen één? Ja, laat eens zien hoe jij dat doet. Ja, hoe harder hout, hoe beter voor je de kachel. Oh. Rot op. Ja, dan op die... Rot op joh. Meid, zie het nou. Hij zegt, jij bent een nerf mee. Nou ja, dat weet ik zelf ook wel. Waarom doe je dit soort dingen? Jij bent beter in andere dingen. Ja, maar ik wil dit ook kunnen. Hallo, jij bent toch ook af en toe weg? Nee, want als je in je been, dan kan je naar het ziekenhuis. Ja, oké. Als je zo'n lange... Dat past niet in de kachel. En daar ging het mij om. Een heel lang houtstuk. Hoe snij je dat door de midden met de bijl? Nee. Ik heb hem al gezaagd, half. Nee, dat kan niet. Altijd in de lengte. Je zou hem in de lengte kunnen pakken. Maar dat is ook weer eng, omdat hij vrij smal is. Maar dan zegt hij, nee, dat kan niet. Dat kan niet. Dus je moet die kleine blokjes doorsnijden. En dan denk ik, ja, maar die passen er in zijn geheel ook wel in de kachel. Dus wat ben ik nou eigenlijk mee bezig? Rot op. Nou ja. Weet je, maar dit vind ik helemaal niet leuk. Dat is helemaal geen leuk stuk. Dit hout. Hier, doe jij het maar. Ik ga naar binnen. Ik heb zoveel te doen. Ik neem dit stuk altijd mee. Ja, oké. Nou, perfect. Deze. Ja. Oh. Nou. Toch lekker gevuld. Oh. Klaar mee. Meilandjes die keren terug naar Nederland. Maar hoe erg kijken jullie ernaar uit? Ja, het is nog zo ver weg, daar ben ik nog helemaal niet mee bezig. Nee, dan zijn we al een paar flessen verder.